Was ik erop voorbereid? Nee, natuurlijk niet. Je hebt ooit eens een keer in dienst geweest. Nou, dan heb je allerlei oefeningen gedaan. Maar voor een oorlog voorbereiden, op een oorlog voorbereiden, nee, dat was natuurlijk moeilijk. Er was niemand op een oorlog voorbereid. We hadden oude geweren, we hadden geen mitrailleurs. Ja, eentje voor een hele sectie. En er was geen verbinding met mijn commandant en ook niet met het hoofdkwartier. Want u had geen radio's? Nee, geen radio. En hoe kreeg u dan commando's? Niet, denk ik. Toen we daar zaten, kregen we geen commando's meer. Wij moesten zorgen dat we de Duitsers tegenhielden. Dat was de enige opdracht. Meer hoefden we niet te weten.